nog even een vlogje. En dat is de vlog over de blooper van de verbouwing hierboven. Maar ik sta hier beneden. En dat is omdat ik tijdens het verbouwen, een van de eerste dagen dat we dit huis hadden, dus dat is bijna een jaar terug, heb ik ook een paar vloerplaten gelicht. En bij het lichten van die vloerplaten, daarna gaf ik een rondleiding en ging ik met een voet door het plafond heen. Nou, dat is één, best wel jammer. Was niet de hoogste prioriteit om te fixen, maar nu is het echt wel een keertje tijd geworden. Dus dit gat, ja, dat moet even anders, ander stukje gips erin. Best moeilijk om daar zeg maar een passend stukje in te maken, maar ik heb wel wat ideetjes. Dus gaan we kijken of het ook werkt. Dat is het gat weer dichtachtig met gipsplaat. En ik heb hem bewust net iets hoger dan de rest van het plafond gedaan. Zodat ik nog net een millimeter over heb om ook met een beetje vulsel de boel strak te doen. Anders dan ga je altijd gekke naden zien. Dus eigenlijk even kijken of ik een spatel heb die past. En dan maar smeren. Nou ja, dat is hem dan voor vandaag. Gat is dicht, gat is gesmeerd. Moet nu alleen echt nog drogen. Voordat we of nog een keertje moeten smeren. Hè, omdat het een beetje kan krimpen. Of dat er geverfd kan worden. En hiernaast zag ik ook nog wat kleine spijkertjes eruit. Dus even ook erin getikt. Dus kijken of deze blooper hiermee gefixt is. Tot de volgende keer.